allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en vandaag ga ik weer verder met de pagina's van mijn Defamerember Junk Journal van 2023. Jullie hebben me laten weten, tenminste een aantal van jullie, dat het heel leuk zouden vinden om met me mee te kijken hoe ik de pagina's verder ga bewerken en versieren. En dat wil ik heel graag doen, maar zoals je hoort, de wasmachine staat aan. Dat moet helaas ook gebeuren en het is ook al bijna zover, dus ik moet echt eventjes nu aan de slag ermee. Zover bedoel ik dat die Defamerember echt gaat beginnen. En daar wil ik natuurlijk ook nog leuke video's voor maken. Maar dus ik ga jullie muziekje opzetten en lekker aan de slag dat je met me mee kan kijken. Ik zal zo goed mogelijk proberen ook de artikelen die ik gebruik te laten zien. Maar ook eventjes in beeld met tekst wat het is. En dan hoop ik dat jullie goed meekrijgen wat ik doe en wat ik gebruik. Heb je vragen daarover? Laat het me weten onder in de reacties. Dan probeer ik je zo goed mogelijk de vraag te beantwoorden. Veel plezier en ik hoop dat je het leuk vindt om naar te kijken. Tot later! Ik heb toch besloten om in te spreken wat ik gebruik. Nou, ik heb die twee waterkolenpapierpagina's erbij gepakt. De ene hadden we aan één kant al bewerkt. We hebben de brayer. Ik heb verschillende acrylinkverfjes gepakt. En een spons. Gewoon een keukenspons. Ik begin met de acrylverf van Talens. En dat is de kleur 223. Een dekkende napasgele donkere kleur. En die zet ik met de brayer dus op. Ik had wel veel te veel uit mijn tube laten komen. Dus ik kan niet alles gebruiken. En dat moet ik dus nu even schoonmaken. Eerst wil ik met een natte doek doen, maar dat pakt meestal niet zo goed op. Dus ik ga het met een toiletpapiertje eerst even weghalen. Je hebt altijd met de brayer, als je met de brayer werkt, maar heel weinig verf nodig. Dus echt kleine druppeltjes. En wat ik er trouwens onder heb liggen is een siliconen matje. Een bakmatje eigenlijk. Heel vaak denk ik ook, moet je zo'n kraftsheet gaan bestellen. Maar dat heb ik dus elke keer vergeten als ik een bestelling plaats. Dus het is nog steeds mijn acrylen bakmatje. Of niet acryl. Siliconen bedoel ik. Mijn siliconen kliedermatje noem ik dat altijd. De volgende kleur die ik gebruik is de clay kleur van de Home Deco flessen van de Action. Mooie dekkende kleuren en mat vind ik altijd wel hele mooie. En deze clay kleur die heb ik al heel lang. Nou, je doet super lang met zulke grote flessen natuurlijk. De volgende is Vintage Paint. Dat is tegenwoordig eigenlijk de Home Deco paint. Die ze eerder hadden. Lekkere klodder ging er overheen bij het openmaken. Maar dit is de kleur Cottage Green. Hele mooie, matte, grijs-groene kleur eigenlijk. Ik ben wel heel erg weg van deze kleur. En dus weer een klein druppeltje met de brayer er doorheen. En een beetje van boven naar beneden en links naar rechts over mijn pagina. Om zo de kleur te verdelen. Er zit niet echt een systeem in hoe ik dat doe. Waar er natuurlijk wat witte plekken zitten, daar probeer ik het te plaatsen. Maar er zit niet echt, ik kijk gewoon, het is een beetje verrassing hoe het van de brayer afkomt. Ik probeer wel heel goed mijn sheet daaronder schoon te houden. Omdat ik natuurlijk de andere kant al heb bewerkt en die niet helemaal vol met vlekken wil hebben. Dus dat doe ik meer dan wanneer ik dat normaal zou doen. Dit is de kleur Cedar, ook van de Vintage Paint van Action. Iets donkerdere kleur, dus daar ga ik iets voorzichtiger mee op. Hoe harder je drukt met je brayer, hoe groter en hoe intensiever de vlekken worden. Dus hoe lichter je er overheen gaat, kunnen het gewoon kleine veetjes worden en dan wordt het een beetje crunchy van. De andere twee kleurtjes van de Home Deco van Action waren snel droog. Je doet natuurlijk vrij dun laagje, wat ik net al vertelde, met je brayer op je papier. En het droogt vrij snel. Maar deze cedar kleur is wat vochtiger. En die moet dus eventjes gedroogd worden voordat ik verder kan. Omdat die anders natuurlijk gaat mengen met de kleuren die ik daarna ga gebruiken. En dat was bij die andere verven dus niet nodig. Dat is dan misschien wel wat je zou kunnen zeggen een nadeel van een niet-merk artikel, dat er dus niet altijd even dik
uit de tube komt. Nu ga ik werken met de Amsterdam kleurtjes. Het zijn hele kleine tubetjes. Die heb ik laatst ontdekt bij mijn hobbywinkel. En super fijn, want je kan dus een hele mooie collectie aan kleine tubetjes voor niet al te veel geld bij elkaar verzamelen. En zeker als je dus met de jelly plate of met de brayer wil werken en jouw acryl verven, dan zijn die tubetjes top, want ook daar doe je er gewoon ontzettend lang mee. De kleur die ik nu gebruik is Napelsgeel Rood Licht, de 292. Nu gebruik ik nog een beetje acryl van Talens, de oranje kleur. En dat is de 276 Azo Oranje heet die. En die oranje kleur kies ik omdat ik natuurlijk een klein beetje uit mijn Defemmer Amber kleurenpalet ook oranje had. Dus blauw en oranje. En die wil ik graag af en toe een klein beetje subtiel voorbij laten komen. Nou, hier zie je hem al. De blauw, dat is de groenblauw, ook van Amsterdam. Zo'n klein tubetje. De 557. En de kleur groenblauw is dat. Ik liet je net zien, op de merkverven staan kleine vierkantjes naast de nummers. De blauwe heeft een open vierkant. Dat betekent dat deze kleur een beetje transparant is. Dus niet helemaal dekkend. Die Napelsgeel-rood licht, die heeft een donkere vierkant. Dus een ingekleurd vierkant. En dat betekent dat hij dekkend is. En dan had de acrylverf van Talens, de oranje, een vierkant waarbij een driehoek helemaal ingekleurd was en een driehoek niet. En dat betekent dat die semi-dekkend is. Dus er zit toch iets van transparantie in, maar niet helemaal dekkend. Nou, ik vind mijn pagina hartstikke leuk, maar hij is wel een beetje knal. En om dat een klein beetje te dempen, zeg maar, dus dat hij net even wat minder knal is, heb ik wat van de goedkope gesso. Die fles heb ik toch nog. Hij is transparant, dat vind ik niet erg in dit geval. Dus daarom pak ik mooi die fles nog even. En daar zet ik met mijn pasje, dus wat dikker op sommige plekken, nog wat gesso op. Om dus eigenlijk die kleuren een beetje te muten, een beetje minder knal te maken en zo weer een mooie rustige pagina te krijgen. Nou, de gesso heb ik wat dikker opgezet, maar deze is ook wat vochtiger en die kan dus ook weer heel eventjes de heat tool gebruiken om droog te worden, zodat ik weer verder kan met de volgende stap. En voor die volgende stap heb ik mijn spons nodig. Dat is gewoon een keukenspons. Die knip ik in stukken, want ik heb niet zo'n heel groot stuk nodig. En daarmee ga ik met een stencil en de verf eigenlijk door het stencil heen tamponeren. Dat is een simpele, goedkope manier om met een spons dat te doen. Ik heb hier een grote A4 stencil. Dat heb ik ooit bij AliExpress gekocht. En daar wil ik heel graag de ruitvorm gaan stencilen. Ik heb opnieuw de cedar kleur gepakt van de Home Deco van Action. Een klein druppeltje daar met je spons in dippen. En dan tamponeer je eigenlijk door het stencil het patroon heen. Ik probeer een beetje het uit te laten lopen, dus niet in strakke lijnen het op te zetten. En dat doe ik eigenlijk op beide stukken pagina, of ja, beide pagina's twee keer. Dus dat het een beetje verspringend erop komt. Zie dat je maar een heel klein druppeltje verf nodig hebt en daarmee het heel mooie patroontje eigenlijk erop kan krijgen. En opnieuw moet ik hem natuurlijk weer even drogen, omdat dit die vochtige variant is. Dus verder ten opzichte van de andere verven. Dus ook met het sponsje breng je het eigenlijk maar heel dun op. Maar zit er dus veel vocht in je verf, dan moet je hem toch eventjes drogen voordat je door kan naar de volgende stap. Nou, deze stap wil ik eigenlijk herhalen, maar dan met een ander stencil en een ander kleurtje. En ik ben dol op stipjes, dus ik ben heel blij met deze stencils van de Action met stippen. Dit keer kies ik de kleinere stip
En ik heb de clay, de Home Deco verf clay weer erbij gepakt om ze wat lichter op te brengen. En dat doe ik eigenlijk dus op dezelfde manier als ik zojuist heb gedaan. En dan wil ik nu heel graag nog één keer die stap herhalen, maar dan met een ander stencil. Die heb ik laatst gekregen van Rihanna van de Art Journal Specials S034, de dot dot dot. En die wil ik graag met de donkerblauwe, de groenblauwe kleur 557 van Amsterdam gaan stencilen. Dus ik doe weer een druppeltje van de blauwe verf op mijn sheet en met een nieuw sponsje. En deze mooie nieuwe stencil die ik gekregen heb en heel erg blij mee ben. En voor de allereerste keer ga gebruiken, dus altijd leuk om die eens uit te testen. Ga ik daar een ketting van bolletjes stempelen of stencilen eigenlijk. En dat doe ik in verschillende richtingen. Dus niet alleen maar van boven naar beneden, maar dus ook horizontaal. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Nou, opnieuw weer even drogen met de heat tool en proberen mijn sheet schoon te houden, zodat de achterkant niet vol vlekken komt. En tijdens het drogen bedenk ik me ineens, oh, misschien is het ook wel leuk om met die blauwe verf die nog aan mijn sponsje zit, zou die nog vochtig genoeg zijn, een paar stukjes van de rand in te zetten. Dus dat daar nog een klein beetje van het blauwe terugkomt. En het werkt nog, het was nog vochtig genoeg, dus ik kan mooi een paar plekjes nog een klein beetje blauw geven. En dan wil ik dat straks nog even afmaken met een andere kleur. Opnieuw eventjes een beetje bijdrogen. En dan gaan we met de laatste stap verder. En dat zijn de stempels. Ik heb de stempelset van Jolande de Ronde van Studio Light. En daarvan is de code, even kijken, stamp BJ01. Dan wil ik graag met dat barokke ornament. Hoeft niet netjes, hoeft niet strak opgezet te worden. Dus ik laat hem gewoon op het vel zitten. Ik zet hem in met zwarte inkt. En op sommige plekken druk ik die gewoon een beetje willekeurig erop. Ik vind het niet erg dat hij dus niet helemaal gaaf gestempeld heeft. Dat wilde ik eigenlijk juist graag. Dus daarom doe ik gewoon met mijn vingers. Hup, en daar ben ik blij mee. Ik gebruik hiervoor het Deco Time Chalk inktje Black Tulip nummer 77. Wat bij het setje blauwe inktjes zat die ik had gekocht. Dat is gewoon omdat die op mijn bureau lag. Dat kan iedere andere inkt zijn. Had het een distress inkt kunnen zijn. Of misschien net wat er op mijn bureau ligt. Dus ik wilde gewoon graag dat die zwart was. En dat was die ik het eerste bij de hand had. Nu verder ga ik nog, want op hetzelfde stempelset zit muziekpapier. Of muzieknotenprint, heel fijntjes. En die zet ik ook nog op verschillende plekken op het papier ertussen. Het is heel subtiel, maar geeft net even weer wat meer textuur. Meer interessanter om naar te kijken. Vaak kies ik ervoor om met drie plekken te werken. Dat heb ik niet bij alles gedaan, maar vaak met stempelen in een achtergrond doe ik dat wel. Dat is gewoon een tik. Ook wel heb ik ooit geleerd bij collages maken dat in een driepunt werken prettig is om naar te kijken. Dus wellicht dat een beetje zo in mijn achterhoofd zit, ook bij het stempelen, om dat vaak dan drie keer te herhalen.
op het stempelset zitten ook nog twee leuke woorden. Lovely en artist. En het lijkt me leuk om met blauwe inkt, om die weer terug te laten komen. En daar het woord lovely een paar keer op mijn pagina te stempelen. Dus ik zet met de blauwe inkt. En daarvan was het nummertje ook alweer. Even zo kort, jongens. Het was de Blueberry, nummer 78 van de DecoTime zelkinktjes. En daar zet ik lovely een paar keren op de pagina. Soms verticaal, soms horizontaal. Soms een stukje van de rand af. Maar net even op plekjes waar ik denk, daar kan nog wel iets leuks. En als ik dat allemaal gedaan heb, ben ik heel tevreden met mijn pagina. Ik kan lekker aan het poetsen nu. En dan zie ik je zo meteen weer even met het eindresultaat. Nou, dit zijn de pagina's geworden. Ik zette de camera uit, want ik dacht, ik ben klaar. Maar nou bedenk ik me dat ik het eigenlijk ook wel leuk vind om die randen nog even dat zwart terug te laten komen. Dus ik heb nog even mijn zwarte black suit, die stress inkt erbij gepakt. En dat doe ik nog heel eventjes zo de randjes mee. Ik maak het toch net even helemaal af, vind ik. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben dus gewoon lekker aan het spelen geweest met mijn brayer en acrylverfjes. Die heb je vast zelf ook wel in huis. Het maakt niet zo heel veel uit welke kleuren je gebruikt. Natuurlijk voor het resultaat wel, maar om er lekker mee te spelen en te oefenen, pak gewoon wat je hebt. Zo'n brayertje is wel handig. Misschien dat het ook wel met een verfrollertje zou kunnen, maar het effect wordt denk ik toch net anders. Deze heb ik van Tim Holtz ooit gekocht. Het is de kleine variant. En uit mijn hoofd was die iets van 8 of 9 euro. Ik gebruik hem heel vaak als ik met mixed media ga werken. Ook op de jellyplate. Maar als je geen jellyplate hebt, dan kan je daar dus met deze techniek heel leuk mee spelen. Je legt heel dunnetjes eigenlijk een laagje verf op. Dus je hebt maar heel weinig verf nodig met de brayer. Het droogt ook vrij snel. Een van deze verven, dat was deze. De Cedar van Vintage Paint. Die is net wat natter. Dus die moest ik wel steeds eventjes een beetje aandrogen met de heattool. Maar in principe kan je dus met de brayer vrij snel door naar de volgende kleur. En dan kan je dus van die witte saaie vellen een heel stoer, een beetje grungy eigen designpapier of voor je pagina's dus een eigen achtergrond maken. Ik ben er heel blij mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En de volgende keer lekker er weer bij zijn. Ben je nog geen abonnee op mijn kanaal? Druk dan op die abonneerknop. En ik ben altijd reuze blij met leuke reactie of een vraag die ik kan beantwoorden hieronder in de reactiebalk. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei doei!